In onze gemeente wonen veel mensen die zich vrijwillig en belangeloos inzetten voor het welzijn van mede-inwoners. Ze zijn vaak de stille krachten die niet altijd worden gezien. Voor hen is daarom de Piet Dijkstra-prijs ingesteld, om hen de waardering te geven die ze verdienen. Zonder zichzelf op de voorgrond te stellen, zette Piet Dijkstra zich sterk in voor zijn medemens. Hij zag in dat het welzijn van inwoners de verantwoordelijkheid van ons allemaal is. Gemeente Harderwijk is dit jaar weer op zoek naar inwoners die in aanmerking kunnen komen voor de Piet Dijkstra-prijs. Ik vind het fantastisch om vrijwilligerswerk te doen, omdat ik er heel veel energie van krijg. Ik vind het fantastisch om het luisterend oor te zijn en er te mogen en kunnen zijn voor de mensen die een klein beetje aandacht nodig hebben. Dat ik de Piet Dijkstra-prijs mocht ontvangen in 2019, dat voelde voor mij als een zeer grote waardering. Ik ben zo blij en dankbaar dat ik dit vrijwilligerswerk mag en kan doen. En daarom zou ik iedereen een vrijwilligersplek gunnen. En ik zou zeggen, meld u aan, want er zijn nog genoeg plekken waar u zich als vrijwilliger op kunt geven. Kent u of jij in Harderwijk of hier die iemand die zich vrijwillig en belangeloos inzet voor een ander en daarmee een voorbeeld is voor de samenleving, meld u dan nu aan voor de Piet Dijkstra-prijs. Ik ben heel benieuwd naar de inzendingen.